Je gaat nog steeds 50 minuten fietsen hoor. Ja. Wat voor een tikker weer jongens. Vanmorgen om 10 uur begonnen we. En inmiddels zijn we alweer de laatste begonnen. Snel hè? Ja, tijd gaat altijd snel. En ik stond net te luisteren naar de laatste rit. En toen dacht ik, potverdomme, toch iets daar, doe het alweer. In Beautiful People. En ik zag Gabriel eventjes snel wegrennen. Wij hadden volgens mij allebei hetzelfde gedachte. Maar ja, inderdaad, heel veel beautiful people die hier zijn vandaag om gewoon 6 uur lang samen een sprintmarathon te gaan doen. Maar, Roel, Danielle heeft net 50 minuten jullie laten wennen aan het feit dat jullie beautiful people zijn. Maar ik denk dat we een aantal mensen zeker niet mogen vergeten, want zonder hen hadden we dit vandaag niet. Ik wil graag een keihard applaus voor onze instructeurs van Sporting Fit. Dames en heren. Kun je, let wel, let niet, ga, wel goed niet, kom even hier. Potverdorie, wat ben ik toch trots om met dit team hier vandaag te mogen staan. Want al deze mensen, geloof me, zijn uren bezig geweest om hun lessen vandaag voor te bereiden. Om jullie in ieder uur weer een ultieme spinningervaring te geven. En helaas heb ik niet altijd de mogelijkheid om met elkaar mee te rijden daar. Maar ik moet zeggen, wat was de kwaliteit vandaag weer potverdorie goed. Compliment jongens, dankjewel. Goed, en dan, je mag. Zijn we dan toch aangekomen bij die finale van vandaag. En ik zou wel even, ik ben ontzettend trots op mijn instructeurs, maar ik ben ontzettend trots op het feit dat voor het eerst samen met Gabi les te mogen geven. Ik vind het een hele eer. Heel super leuk om dat met je te gaan doen. We weten nog niet helemaal precies of we daar überhaupt in onze woorden gaan komen. Maar dat zien we zo vanzelf. Linkerbeen, rechterbeen, dat is een beetje het principe van spinning. Dan komen we heel ver vandaag. Ik begon al even zo'n 3 of 10 wat het doel was waar we hiervoor staan. Waarvoor we hier vandaag fietsen. Alpe d'Huez, strijd tegen kanker. Helaas kennen we allemaal mensen die helaas die strijd verloren zijn. Gelukkig kennen we ook heel veel mensen die de strijd overwonnen hebben. Ik wil jullie meenemen in die finale rit voor de 6 voor Alpe d'Huez. Ik wens je heel veel plezier.